Virgil, middagwedstrijd tegen Utrecht, 2-0 overwinning. Hoe kijk je terug op de wedstrijd? Ja, heel positief. We spelen natuurlijk thuis en voor ons eigen publiek. En dan weet je gewoon van, hey, wanneer we thuis spelen, dan hebben wij in het team al het gevoel van dat de 3 punten hier blijven. Het was geen makkelijke wedstrijd, dat hebben jullie zelf ook wel gezien. Maar ik denk dat we een hele goede pot hebben neergezet. Goed aanvallend spel, goed verdedigend spel hebben laten zien en uiteindelijk 2 goede doelpunten hebben gemaakt. Ja, het was niet makkelijk wat je zegt, maar toch domineerden jullie wel. Ja, inderdaad. Nee, dat klopt ook. En ik denk dat het vooral ook te maken heeft met de thuiswedstrijden. Dat is wel gebleken dit seizoen. En ja, gewoon de vertrouwen die we uitstralen wanneer we thuis spelen. En niet alleen deze wedstrijd. Ik denk dat tegen Ajax ook de eerste 30 minuten echt vertrouwen uitstraalde. Goed aanvallend spel speelde. En ik ben blij dat we het deze wedstrijd hebben kunnen doortrekken. En jullie domineren wel, maar tot echt hele grote kansen kwam het in de eerste helft niet. Hoe lekker is het dan dat Vaslav alsnog voor rust die 1-0 binnen schiet? Ja, fantastisch. Ook natuurlijk voor Vas. Ja, we hebben de laatste weken over van, hey, we willen allebei natuurlijk belangrijk zijn voor het team. En ik ben wel heel blij dat we vandaag belangrijk konden zijn voor het team. En ja, als je ziet hoe hij die bal ook afmaakt, de rust die hij uitstraalt voor de goal. En de kans die hij daarna ook nog heeft gehad, ben ik wel heel blij dat hij vandaag een doelpuntje heeft mogen meepikken. Mooi om te zien. Wat je zegt, jij was ook belangrijk. Lekker weer de dribbles, lekker de bal aan de voet. En het doelpunt, hoe lekker was dat? Ja, fantastisch natuurlijk. Ook voor het team, de 2-0, dat geeft toch wat meer rust. En je zag ook vooral na de 2-0 dat we ja, ook echt bezig waren met de derde goal. We gingen eroverheen, we probeerden nog een doelpunt te maken. En de publiek ging er helemaal achter staan. Dus je zag ook wel na de 2-0 dat we er meer en meer zin in kregen. Jammer dat we niet de derde maken. Maar ja, voor mij persoonlijk is het natuurlijk ook wel lekker, ja. Ja, doelpunt nummer 6 uit mijn hoofd. Daar zit je lekker in. Ja, inderdaad, doelpunt nummer 6 met Gods wil nog meer. En voor mij maakt het niet zoveel uit als het een doelpunt of assist is, zolang het maar belangrijk kan zijn voor het team. Dan gaan we gelijk woensdag weer naar Arnhem. Pittig? Ja, heel pittig denk ik. We onderschatten niemand en ik denk dat iedereen wel op zoek is wanneer Twente langskomt. Dus ik ga ervan uit dat Vitesse op meer dan 100% tegen ons gaat spelen. En ik hoop dat wij op tijd kunnen herstellen. Want even kijken, er zitten nog maar 2 dagen tussen. Maandag, dinsdag en woensdag moeten we er weer staan. Dus ik hoop dat we goed herstellen en dan dat we onze dominante spel daar ook door kunnen zetten. Dankjewel, fijne avond en tot woensdag. Yes.